Dennis, allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Gewoon heel erg blij mee. We hadden een missie en dat is erin blijven. Dat is gelukt. Een wedstrijd voor het einde. En wat dat betreft staat hier een heel tevreden trainer. Het leek op het einde een beetje een salonremise te worden. Omdat Xerxes er misschien wel vrede mee had dat jullie er deze week dan niet overheen gaan. En jullie een punt nodig hadden. Was dat ook zo? Nou, dat gebeurt in ieder geval niet bewust. We hadden zelfs in het achterhoofd dat we bij een overwinning nog een goede rol kunnen spelen in de derde periode. Maar we waren constant op de hoogte van de tussenstand, Smitshoek, Kloetingen. En dat was dusdanig in ons voordeel. Dat we eigenlijk al vrij snel wisten dat we erin zouden blijven. Maar je wilt uiteindelijk gewoon wel op eigen kracht wil je het doen. Jullie beginnen de wedstrijd heel sterk. Eerste drie minuten gelijk heel dreigend. Maar dan valt hij toch weer aan de andere kant. Ik denk je daarmee ook een samenvatting van heel veel wedstrijden. We hebben zeker in de derde periode heel veel wedstrijden waarin we vroeg op 1-0 voorkomen. En waarin we heel dreigend zijn en kansen op meer laten liggen. Misschien ook de wedstrijd Hoeken nog in het achterhoofd. Aan de andere kant valt hij gewoon valt hij binnen. En dat is iets wat ons gewoon te veel gebeurt. Ja, 2-2 aan het einde lijkt het wel een terechte stand. Jullie komen alleen wel na de rust een stuk frisser de kleedkamer uit. Wat heb je gezegd? Nou, in ieder geval aangegeven dat we in een veel lager tempo moesten gaan spelen. We hebben het eerste kwartier gekozen om veel Leroy te zoeken en gebruik te maken van zijn kopkracht. Daar creëerden we gewoon een aantal hele goede kansen uit. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel kracht. En dan zie je op een gegeven moment na een kwartier 20 minuten dat het moeilijk is om meer via het middenveld te gaan spelen. Omdat dat 45 minuten niet is vol te houden. Ik heb in de rust tegen de jongens gezegd. In ieder geval dan wel verdedigend dat we gewoon met veel meer gif en agressie moeten spelen. En dat er onderling ook veel meer met elkaar gesproken moet worden. De nummer 7 kreeg gewoon te veel ruimte om zijn aanvallende acties te ontwikkelen. Aan de andere kant in balbezit, gehamerd op geduld. Want als je in een heel hoog tempo speelt, is het gevaar dat je elftal een beetje uit elkaar valt. En op een gegeven moment zie je dat de afstand tussen onze spits Jeroen en de verdedigers Mark en Roald, die was wel 50 meter. Ja, dan ga je de controle verliezen in de wedstrijd. En ik moet zeggen, ik heb die jongens ook een compliment gegeven voor niet in het resultaat, maar ook voor de hele tweede helft. Het seizoen van Bram van Loon lijkt over. Wat kun je daarover zeggen? Het gebeurde voor onze duck-out. We hoorden het echt aan alle kanten kraken. En je merkt ook wel dat dat ook in de groep een rem op de feestvreugde is, zeg maar. Dinsdag gaat hij naar het ziekenhuis. Ja, hoop uiteraard voor Bram dat het meevalt. Dat hopen wij ook. Rijnmond Cup zijn jullie ook nog door. 2-3 winst bij VOC. Ik mag ervan uitgaan dat jullie nu voor de eindoverwinning gaan. We zitten nu in de kwartfinale. 13 mei spelen we tegen GLZ uit Rotterdam, dacht ik. De ploeg van de vader van Diego Liefde, dus dat is wel leuk. Ja, we bekijken dat gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. En kijk, dit is gewoon het allerbelangrijkste. We zijn erin gebleven. We weten volgend jaar dat we heel veel jongens met ervaring in de hoofdklasse gaan verliezen. En dat we een smallere kern overhouden met heel veel jonge, talentvolle spelers. Dus dit was stap 1. En vanaf nu gaan we het vizier richten op volgend seizoen. Is dat ook de lijn die jij de komende seizoenen aan wil houden? Jonge spelers uit de regio? Nou, kijk, de club wil uiteraard heel graag een herkenbaar eerste elftal houden. En dat, dat is natuurlijk bij Jodan Boys al lengte van jaren zo. Het is alleen wel zo dat het voor heel veel spelers een grote stap is naar de hoofdklas. En als je nu kijkt naar de A-selectie, dan hebben we wel 17, 18 jongens met hoofdklasse ervaring. Nou, dat aantal halen we volgend jaar gewoon niet. Dus die groep zal smaller zijn. En dat heeft natuurlijk ook te maken met zeg maar de financiën waar iedere vereniging mee te maken heeft. Hebben wij ook gewoon volgend jaar een budget wat gewoon heel veel minder zal zijn. Ja, maak me ook niet zo druk om. Ik bedoel, het is zoals het is. En ik kijk liever wat we hebben in plaats van wat we niet hebben. Wat dat betreft nogmaals heel blij dat we erin gebleven zijn. En nu gaan we bouwen aan een elftal. Maar nu is een klein feestje. Ja, vind ik wel. Ik ben echt heel blij. We hebben met elkaar vanaf januari gewoon heel hard gewerkt. Allemaal heel veel tijd en energie ingestoken. Dat geldt voor de hele staf en begeleiding. Ja, en als je dan 3 keer in de week bezig bent en vandaag heb je dan gewoon de beloning. Want we hadden maar 1 doel en 1 opdracht.
en dat haal je in de wedstrijd voor het einde, dan is dat wel reden voor een klein feestje. Ja. Oké, veel plezier en bedankt. Ja, dankjewel.